opleggen, wat betekent dit nu weer? Tomaatje kan fietsen, maar nu in het verkeer. Vicky Torofi, wij zijn al meer dan 10. Laat ons fietsen gaan, ik doe al uw plezier. Een VRO, of een verkeerseducatieve route, is een goed doordacht traject, bewegwijzer meestal, voor ofwel fietsers, voetgangers. De reden waarom we eigenlijk met VRO's in Brugge begonnen zijn, is omdat er een behoefte is van leerkrachten om, nadat ze op de speelplaats kinderen vaardigheden met de fiets hebben geoefend, dat ze dan in het echte verkeer dat ook kunnen toepassen. We zijn eigenlijk gestart met een werkgroepje, politie, Stad Brugge en de scholen, waarbij dat we een traject hebben vastgelegd, waarbij dat we ook gedacht hebben waar langs kinderen heel vaak moeten zijn binnen onze gemeente. En we hadden eigenlijk al twee mooie mascottes, Vicky en Tor, die we ook langs deze route de weg laten wijzen. Ik vind ze wel leuk en ook veilig, omdat we nu beter kunnen fietsen en dat we geen ongevallen krijgen. Ik vind bordjes ook mooi, heel kleurrijk, dus het kan niet beter. We gebruiken die voor het fietsexamen te oefenen, zodat we niet de weg kwijtraken. We zetten eigenlijk heel sterk in op de coaching van de leerkrachten door een personeelsvergadering, door met hen het parcours af te fietsen, door blijvend contact te houden om hen te motiveren naar het examen toe te werken. En daarnaast voor ouders is er naast de infofolder ook een avond waarop zij eigenlijk horen wat een VRO precies is en hoe zij hun kinderen op het fietsexamen kunnen voorbereiden. Binnen de VRO's heeft de lokale politie Brugge in feite drie taken op zich genomen. De eerste was het ontwikkelen van een informatiebrochure. Waarom? Omdat we in feite vaststellen dat ook heel wat leerkrachten met vragen zaten, specifiek rond de verkeersregels, bijvoorbeeld een oversteekplaats voor fietsers. Hoe moeten we dat in feite gaan interpreteren? Wie heeft er voorrang, wie heeft er geen voorrang? Een tweede luik was natuurlijk op het fietsexamen zelf. Gaan we ook personeel gaan inzetten. En een derde is ook natuurlijk, de VRO is ook niet zomaar ontstaan. We hebben natuurlijk een paar keer moeten samenzitten. En ook de ouders en de leerkrachten sensibiliseren op dat vlak is natuurlijk ook heel belangrijk. VRO, weet je nog waarvoor dat staat? VRO. In het kader van het 10-puntenplan Veilige Schoolomgeving is de VRO een van onze 10 punten. We hebben gemerkt dat we samen met partners veel meer kunnen bereiken dan alleen maar de politie alleen. We willen eigenlijk nu heel binnenkort de routes nog interactiever maken via een QR-code op de VRO-bordjes zelf. En een tweede iets is, doordat we heel vlug deze VRO's willen implementeren in veel gemeentes, dat we eigenlijk zeker jaarlijks meer dan 1000 kinderen opnieuw kunnen bereiken.